Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 7 vanochtend zien we een afwisseling van wolken en zon boven ons land. Vanuit het noordwesten trekken ook nog een paar buien over het land. In de loop van de middag zullen we zien dat vanuit het westen het aantal buien gaat afnemen en dan wordt het dus op de meeste plaatsen uiteindelijk droog. Overwege de ochtend is het gaat of 7 en vanmiddag bij een matige noordwestenwind wordt het nog steeds niet warmer dan 10 tot 12 graden. Ook vanavond is het nog steeds aan de koude kant. De temperatuur zakt al snel weer terug naar een graad of 8, zo halverwege de avond. Zoals gezegd, het aantal buien neemt dan af. Er zijn flinke opklaringen en later gaat ook de wind wat luwen. Morgen staat er sowieso weinig wind. Wat er aan wind staat, is het zwak of matig uit een uiteenlopende richting. Wolken en zon wisselen elkaar af. Een enkele stapelwolk groeit misschien uit tot een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Dat geldt ook voor de zondag. Misschien laat op de middag of s'avonds in het zuidwesten en enkele bui, maar verder dus droog. De temperatuur boekt duidelijk wind. Dat tot 16 tot 17 graden. Maandag en dinsdag weer een aantal buien en de temperatuur doet een klein stapje terug. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.